Dit is alweer de 11e editie van de Universiteit van Tilburg Sociëteit, hier in Sociëteit De Witte in Den Haag, op een zomerse dag 28 juni 2012, met twee voortreffelijke sprekers. De eerste spreker is professor Paul Scheffer, hoogleraar Europese studies aan de Universiteit van Tilburg. Hij zal spreken over de Europese identiteit. En de tweede spreker is ook zeer vooraanstaand, dat is de heer Guy Verhofstadt, voormalig premier van België, 3 keer zelfs, en op dit moment de leider van de liberalen in het Europees parlement. En dat zal ongetwijfeld ook tot veel discussie leiden. Ja, vanavond alweer de 11e editie van de UVT-sociëteit. De UVT-sociëteit is heel belangrijk voor de Universiteit van Tilburg. Understanding Society. Dat betekent dat we maatschappelijke thema's bespreken met partners hier in Den Haag. Vandaag gaat het over de Europese identiteit, een heel belangrijk onderwerp. Een onderwerp dat breder is dan alleen banken en munten, maar ook gaat over de Europese community. We hebben fantastische sprekers, denk ik, met Paul Scheffer. En ook met Verhofstadt, dus ik verwacht een hele mooie avond, zoals ook alle voorgaande edities waarvan ik genoten heb. Ja, waar het vanavond over zal gaan, althans voor zover ik daarover ga, is over de vraag, als je pleit voor een Europese federatie, wat zijn eigenlijk de gevolgen van zo'n pleidooi? Dus ik wil het hebben over bijvoorbeeld de keuze, als je zegt een federaal Europa, betekent dat ook een Europa dat kleiner is dan nu? Want met 27 lidstaten zal dat niet gaan. Het is ook een Europa waarin Nederland een andere plek zal hebben. Omdat landen waar Nederland zich verwant mee voelt, bijvoorbeeld Denemarken, Zweden, Noorwegen, Groot-Brittannië, niet aan zo'n federatie zullen deelnemen. Kortom, dat zijn de vragen die mij vanavond bezig zullen houden. Maar eerlijk gezegd heb ik het zo niet op met het woord zelf, identiteit. Ik denk dat de mensen niet één identiteit hebben, maar dat mensen een meervoudige identiteit hebben. En nationale identiteit is typisch het laatste snufje waarmee het nationalisme zich tooit, ja, om mensen schrik aan te jagen en te zeggen dat zij nationalistische en populistische stellingen moeten verdedigen. En misschien is het begrip Europese identiteit, en dan plaats ik het tussen aanhalingstekens, wel het beste geneesmiddel daartegen. Een Europese identiteit betekent dan niet het behoren tot een etnie of het spreken van een bepaalde taal, maar wel het behoren tot een beschaving, de Europese beschaving. En die Europese beschaving bevat zoveel zaken als literatuur, architectuur, waarden, de rechtsstaat, de sociale zekerheid, de fundamentele rechten en vrijheden, de verlichting ook, allemaal verwezenlijkingen van die Europese beschaving.